Goedemorgen, het is zaterdag en we beginnen met een dansje vandaag. Zeg, leuk nog in de pyjama. Ik ben wel aangekleed. Waar gaan we naartoe trouwens? Dat is een verrassing. Sarah houdt niet van verrassingen. Oh, we gaan even de camera op. Oeh, dan moet ik wel overal hebben opgeruimd, dan zie je alles zo. Nou, deze kleine dame, die gaat zich zo even aankleden. Dan kunnen we zo ook de deur uit. En het is geen lekker weer ervoor, maar we gaan het gewoon doen. In de auto en het regent nu wel. Dus ik hoop dat het nu regent en dan dadelijk droog is. Gelukkig zijn er ook stukjes die overdekt zijn waar we naartoe gaan. Want ik heb er wel een beetje een hard hoofd in. Historyland gaan we naartoe. Ja, we gaan naar Historyland. Ik heb een groene auto. Ja, ja zeg, en ik doe altijd... zoekspelletjes met kleuren met auto's. Dus alle kleurige auto's vallen nu op. Oké, ik mag een kleur kiezen. En mag jij een kleur kiezen? Ja, ik kies voor paars. Ja, die zien we niet zo snel. Nou, dat wordt even zoeken dan. Met een dikke meer. Ja. De tweede punt. Hey, geel. Ik zie nog geen paars hoor. Kijk, daar is geel. Ja, maar we zochten paars. Kijk, er is oma's auto. Maar zien we al paars? Je ziet ze wel, maar niet heel vaak. We moeten ook naar... Als het ook... Mij was dat een paars auto. Nee, dat was blauw, schat. Jij noemt heel veel blauwe auto's paars. Dan moet ik even kijken. Ga maar zitten. Ga ik de teugel aan je geven. Is die lang genoeg? Oh ja, makkie. Rijden maar. Hiha! Ja! Hij wil niet. Ja. Kijk, wauw, met een baby. Ja. Oh, en we hebben een brug, daar kunnen we over lopen. Is de dinosaurus leuk? Ja, er zit een dino in het water. Een wiebelbrug. Je gaat heel voorzichtig. Kijk, nu gaat hij meer wiebelen. Stop, stop, stop. Rustig lopen. Ben je bang dat je er anders doorheen zakt? Ik vind het gewoon eng. Ik vind het gewoon eng. Kijk, daar is een baby. Is een baby? En kijk daar. Ik weet niet wat dat is. Oh, nee, dat is een stuk brood met slakken erop, schat. Ja, schat, ik wiebel niet. Die andere jongen wiebelt. Ja, dat heb je. Het kan geen kwaad. Er gebeurt niks. Het is een veilige, stevige brug met stalen kabels. Wat ga je doen? Nog even skelter rijden. Mama erachteraan rennen. Ja. Goed, ja. Wat zo. Ja, heuveltje op. Dan moet ik je zeker even helpen. Ja. Je kan er zo lekker bij met die natte schoenen. Ga maar. Ja, sturen. Ja, moet je niet remmen. Dan komen we nooit vooruit. Zo, daar ga je. Goed sturen, hè? Ja, ik ga sturen. Je gaat snel, hè? Je gaat heel snel. Kijken wat je doet. Je glijdt van die trappers af, hè?
Ja. Kijk. Ja. Nou, helemaal geweldig dit hoor, Sarah. Hé, je gaat van de weg af. Pas op, zachte berm. Nou, ronde 2 op de kleine skelter. Kijk of dat goed gaat. Is naar achter fietsen dan, hè? Iets met naar achter? Dat is zeker zwaar, ja. En dan moet je goed de verkeerde kant op sturen, zeg maar. Andersom sturen. Andersom. Nee, draai, stuur de andere kant op. Ja, en nu fietsen. Sturen. Ja, en dan nu naar voren. Andere kant op sturen, ja. En dan weer achteruit. De andere kant op sturen. Nee, andere kant op. Ja. En vooruit die kant op sturen. Nee. Ja, dan ga je draaien. Ja, zo kan het ook, ja. Nou, dan ga ik volgende keer in de auto proberen of ik ook zo kan keren. Wel? Ja, heuveltje op. Ja, flinke heuvel. Nu ga ik het zelf doen, hoor. Heel goed. Ga maar. Zelf doen. Zelf doen. Ik heb het. Heel goed gedaan. Nou, we hebben toch nog best wel redelijk geluk met het weer, want het is nu droog. Dus we gaan nu eerst alles buiten doen. Mocht het zo dan toch gaan regenen, dan gaan we naar binnen, waar het wel weer droog is dan. Dus we wilden eerst daar beginnen. Ik zei, nou, laten we dan wel even verstandig zijn. En buiten is er genoeg te doen en het ziet er nu best wel redelijk uit. We hebben zelfs heel stiekem ergens een zonnetje, al kan ik niet in mijn scherm zien of ik het goed laat zien. En het is niet heel koud gelukkig. Dus ik knijp wel, het is wel fel licht. Ik ben mijn zonnebril vergeten. En wat zie je dan allemaal? Ik kom ook wel eens kijken. Apparaatjes en een stoel. Oh, allemaal apparaatjes. Even staan. En een stoel. Maar ja. Ik vind het best wel eng. Nou, vind je het best wel eng? Je bent een beetje een bange poepert vandaag. Eigenlijk klein, hè, waar je dan in zit. Ik weet niet of het heel goed ziet door de regen, als ik het film. Ik wil niet. En misschien heeft Calvo te veel gedronken. Moet je bij de volgende kijken. Er staan er nog meer. Goed de emmer eronder zetten natuurlijk. Ja, ik wou zeggen onder zijn uiers. Doet hij het wel? Nee. Zal ik het eens proberen? Ja. Nou, eens kijken of ik er wat uit kan. Nou, hij is leeg. Voel het. Hij doet het niet. Heeft dat kalf gewoon alles opgedronken? Nee. Nou, kan je zomaar een dino aaien? Kan je erbij? Ja. Wauw, heb je gewoon een dino geaaid? Nee. Zo ben je hoog genoeg. Hij is groot hoor. Red je net? Lager. Ja. Ja. Wow, ik wist niet dat het zo groot is. Zie dat mooie uitzicht. Wow. Ik moet even de ingang vinden. Denk een stukje verder. Zo. Ik heb wat zand. En wat moeten we er nu mee doen? Nou, dan gaan we goud in zoeken. Dus dan moet je een beetje zo stoppen. Voorzichtig. En dan kan je het zo ronddraaien, geloof ik. Het water een beetje uit en dan zo. Dan moet je kijken of je... Kijk, ik heb een blokje goud hier. Kijk. Zie je? Is goud. En hier zit, heb ik nog best wel veel goud. Kijk. Zie je het?
Ik wil geen vogel. Ja, dan moet je ook weer. En dan doe je hem leeg als je niks meer in hebt. En dan heb je weer wat nieuws. Ik wil wat water eruit. En dan kun je zo. Ik heb heel veel zwart erin zitten. Ja? Dat is voor jou. Hier ligt het elke keer. En jou komt er. Ja, ik zag al een stukje goud in. Moet je even goed zoeken, want het. Kijk hier. Zie je? Daar rechts ligt hij. Daar heb je brein ook door mij. De weer stukje, dat is heel in de mini. Kijk, weer goud. Onze buit. Ja, dit hebben we allemaal gevonden. Het zijn hunebedden en een piramide. Weet je ook uit welk land een piramide komt? Ja. Welk land dan? Uit de woestijn. Uit de woestijn, ja. Hé, hey, en wat staat daarin? Dat is een farao. Daar zit hij in als een mummie, maar niet echt, hè. En dit is ook maar een mini-piramide. Want dit is eigenlijk maar het topje van hoe grote piramides in Egypte zijn. Gaan we de bunker in. Ga maar. Voorzichtig, hè. Dat is een hele steile trap. Doe daar maar niet mee aan met je handje. Als die dan toch... Het kan niet, want er zit een slot in, maar toch. Let maar op waar je loopt. Vind je het een beetje eng? Ja, ik ga met je mee. Moet ik voor... Kom maar gaan kijken. Ik heb je beet. Ik blijf bij je. Nee. Mama beschermt. Ik ga kijken en dan zeg je of er iets engs. Nee, er is niks engs. Er is echt niks engs. Kom. Maar staan er ook niet enge mensen? Nee, er staat helemaal niemand. Het is hier gewoon een hokje. Kom maar. Handje. Geef maar een handje dan. Oh, sst. Maar kijk, als die valt, kunnen we hier uit. Dan kunnen we hier schuilen. Goed zo. Kijk, die hoorde buiten een kindje. En mijn handje als je het eng vindt. Heel goed dat je het toch doet. Dan kan je zien dat er eigenlijk niks eng. Dit is het. Kijk, en hier konden mensen vroeger in schuilen. Dit is een hokje. Ja, zich beschermen. Kijk, hier kan je ook zitten. Waar zitten? Nu zitten we in de bunker. Nee, nooit dat mes zwart pakken natuurlijk, aan de handvat. Als je hem eruit trekt, dan word je koning. Nee. Ja. Koning worden. Oh, maar dan word je wel koning. Maar dan mag je wel koningin zijn. Nou, je zit wel stevig. Ik word ook geen koning hoor. Hij komt bij je kijken. Hij vindt je lief. Oh, misschien wil hij me wel opeten. Ja, hij wil je opeten. We hebben heel de tijd geluk gehad, maar het begint nu wel te regenen en het gaat er echt betrekken, dus we gaan snel naar binnen. Maar, twee dingen na, we hebben eigenlijk heel alles buiten wel gezien. Dus we hebben echt zoveel geluk. Wat zijn dat allemaal? Dat hier. Ja, lees maar. Wat zijn dat? Vind je wel leuk? Wilde paarden. Ja, en die andere? Links ervan? Hier? Scheenbeenstukken. Dit zijn eigenlijk gewoon bizons. Nou, je wil alleen bij de baby gaan staan. Ik durf niet bij de mama. Ja, en dit zijn ze botten in elkaar. Dat zijn de echte botten. En zo was die vroeger. Oh nee, nou dat is wel goed. Dan ga ik even wat eten. En dan zit je toch vast. Kom ik zo terug. Doei! Nee! Yo. Wat zijn dit allemaal? Het zijn allemaal pakken van mensen. Ja, soldaten. Het zijn een oude uniformen. Wie wil het weer anders? Hier is een plaats waar het een beetje dun is. Dus hier ben ik in. Ja, kun je dat doen? Kun je vasthouden? Ja.
Beetje langer. Nou, we slagen. Ja, dat is goed. Heel goed. Dat is je schelp mooi geworden. En de andere kant? Moet je hem iets omhoog houden. Wauw. Maar hij mag nog een beetje verknippen. Hij mag nog een beetje, is goed hoor. Nou, we zijn precies mooi op tijd weggegaan, want we hadden het binnen gezien en daarna ging het weer regenen. Maar we zijn aardig tijd geweest, dus we zijn nu thuis en we gaan even lekker samen liggen. Knuffel een momentje en zet even een filmpje op. En dan mag ik lekker alweer gaan koken. Want ik moet dit kleine mannetje van eten voorzien op tijd. Ja. En we gaan lekker iets wat eten. Ja, dat is even je lievelingseten. Hé, hey, Mimmo, kom meedoen. Hi, Mimmo. Hi. Laat je je ook een keertje zien? We gaan heel de avond aan het editen, want ik lag een beetje achter. Oh, dat heb ik niet gedaan. Dus, nu even aan het inhalen. En even thee zetten. En dan dadelijk een beetje gaan. Ik ben zo moe van vandaag. Hartstikke leuk met Sarah, maar het is wel voor mij altijd zo'n dag. Eén na alle vlogs geëdit. En nu ga ik lekker naar mijn bedje toe. Bedankt voor het kijken en tot morgen.